Yo, Nintendo fans! Ik heb net als enige YouTuber uit Nederland, België en Luxemburg een preview mogen krijgen van Mario Kart Live Home Circuit. Circuit. Ja. Voor degenen die niet meer weten wat dat nou precies was, dat is dit. Oftewel, met een echte kart van Mario of Luigi, keihard door je huis racen. En in die karts zitten camera's en dat beeld wordt naar je Nintendo Switch gestuurd. Dus je kan op je Nintendo Switch precies zien wat er in je woonkamer gebeurt. Jullie zijn vast heel benieuwd wat voor nieuwe dingen ik heb geleerd. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan ga ik het jullie snel vertellen. We beginnen bij de doos, want wat zit er nou precies in die doos? Natuurlijk een kart van Mario of van Luigi, 4 gates. En dit zijn poortjes, een soort van checkpoints waardoor je heen moet racen met jouw kart. 2 arrowboards, oftewel pijlbordjes waarmee je de richting aan kan geven van je baan. En natuurlijk een USB-kabel. Mario Kart Live Home Circuit komt uit op 16 oktober 2020. Die kan je gratis downloaden in de e-shop. Alleen heb je dus wel zo'n kart van Mario of Luigi nodig om het ook echt daadwerkelijk te kunnen spelen. En wat gebeurt er nou als je de software opstart? Je verbindt de kart van Mario of Luigi via een QR-code die in beeld komt. Die kan je scannen met de camera van je kart. Je krijgt een tutorial waarmee je kan oefenen hoe de kart bestuurt. Dus je bent nog niet gelijk aan het racen, je kan gewoon eerst even lekker oefenen zonder poortjes en zonder banen. En linksbovenin zie je wifi-signaal. Hiermee kan je kijken hoe sterk je internetverbinding is. En daarnaast staat je benzine. En hiermee kan je dus kijken hoe ver je kart nog opgeladen is. Vervolgens moet je een foto maken voor een rijbewijs. Ja, in deze Mario Kart krijg je gewoon alvast je rijbewijs. Ook al ben je nog maar 6 jaar. Chill. En daarna is het tijd om de poortjes neer te gaan zetten om te bepalen hoe je baan eruit komt te zien. Nou kan je dus heel snel van poortje naar poortje rijden en een hele saaie baan creëren. Maar als je zo'n baan gaat bouwen en Mario zit in zijn kart, dan verschijnt Lakitu boven de baan en die gooit even wat verf op je banden. Vervolgens ga jij gewoon rijden met dat verf en waar jij rijdt, dat markeert waar de baan gaat komen. Dus op die manier kan je er ook echt voor zorgen dat je via bochten moet gaan rijden naar de poortjes in de races. En als je dan vervolgens terugrijdt naar je startplaats en daar stil gaat staan, verschijnen je tegenstanders, in dit geval de Koopalings, en gaat de race beginnen. Als je een cup wil starten, dan kan dat in het begin op 50 en 100cc. En als je daar gewonnen hebt, dan ontgrendel je ook 150cc en 200cc. En dit zijn wat beelden om te laten zien dat je kart dus ook echt sneller gaat op het moment dat je op een hoger aantal cc speelt. Ja, dat vond ik best wel vet om te zien, want als je hem dus op 200cc zet, dan gaat je kart best wel snel. Ook deze Mario Kart maakt gebruik van cups. En jij bepaalt dus zelf hoe de banen eruit komen te zien in de cups. Als een cup weer bestaat uit 4 races, kan je ervoor kiezen om 4 keer dezelfde baan te doen. Of niet. Maar het is wel super tof om te zien dat als jij kiest voor dezelfde vorm van de baan, dat de interface helemaal verandert als jij dus een ander type weer kiest. En ik heb me laten vertellen dat de weerseffecten ook echt effect hebben op hoe de kart aanvoelt. Hier zie je bijvoorbeeld een verschrikkelijke zandstorm en ja, je kart trekt dan ook echt naar één bepaalde kant als je je kart wil besturen. Dus dit maakt het moeilijker om op de baan te blijven. Hier zie je nog wat andere weerstypes en types van levels en je ziet dat het echt gelijk heel erg anders aanvoelt als er zo'n andere interface overheen zit. Oh, en wat ik ook geinig vond om te zien, dus als je een superstart hebt, dat je degene voor je gewoon even kan nakken. Een ander ding wat ik heel erg vet vond, is dat je je gates kan customizen. Je kan
kan daar obstakels en vijanden aan toevoegen. Die obstakels kunnen je ook soms helpen. Ze kunnen je bijvoorbeeld een boost geven. Maar je kan er bijvoorbeeld ook een piranha plant aan hangen. En die piranha plant die kan je ook opeten. Ja, dat is dus niet chill als je gewoon lekker chill aan het racen bent. Andere items die ik heb gezien die je aan de gates kan toevoegen zijn... uiteraard de vraagtekens waarmee je items krijgt. Maar die vraagtekens die kan je ook uit buizen laten komen. En dit zorgt er dus voor dat ze iets moeilijker te pakken zijn. Ik heb een magneet gezien. Ik heb een P-switch gezien. Ik weet nog niet echt wat dat gaat doen. Ik heb ook muzieknootjes gezien. En als je dus dat spoor volgt... ja, ik weet niet wat er precies gebeurt. Maar misschien krijg je dan een speciaal item of zo. Dit waren een soort van elektrische bollen. Die heb ik zelf ook nog niet eerder gezien in een Mario Kart game. Ja, het lijkt me duidelijk dat je hier ook niet tegenaan moet rijden. Dat is niet relaxed. Je kan van die grote vuurdingen toevoegen die je kent uit Bowser's Castle. Kamek, die is ook weer van de partij. Die doet ook super vervelend. En dit is Chain Jump. En dan denk je, chill, Chain Jump. Dat is relaxed, dan ga ik super snel. Maar de mensen van Nintendo die deze presentatie aan mij hebben gegeven... die zeiden dat het helemaal niet altijd chill hoeft te zijn. Want Chain Jump, die trekt... keihard aan je kart. En je kart die raakt er ook redelijk onbestuurbaar van. Dus ja, je moet maar even twee keer nadenken of je Chain Jump ook echt pakt. En als laatste heb ik ook nog Chomps gezien. En ja, die gaan je gewoon keihard pletten, denk ik. Er is best wel een hoop te customizen in Mario Kart Live, zoals je merkt. Want naast gates kan je ook nog andere dingen customizen. Ik heb het er net al een klein beetje over gehad. Je kan de omgevingen dus aanpassen naar bijvoorbeeld een zandstorm of een onderwaterwereld. Maar er waren nog twee andere en die vond ik echt heel erg vet. Hier rij je gewoon keihard in een soort van vulkaan. En je kan zien aan alle lava die keihard uit de grond komt, dat dit best wel een lastig baantje kan zijn. Volgens mij is dit best wel een hogere moeilijkheidsgraad dan de standaardbaan. Maar mijn absolute favoriete baan die ik heb gezien in deze presentatie was toch wel de 8-bit stijl. Kijk, deze klassieke Goomba's en de klassieke muntjes. Ik vond het echt heel erg vet om te zien. Deze baan ga ik sowieso heel vaak uitproberen. Ik vind het echt heel erg leuk. Je kan ook nog je character customizen. Dus Mario of Luigi. Mario kan allerlei vette pakjes aantrekken. Zo hebben we natuurlijk de Super Mario Maker outfit, maar ook deze hele vette ridder outfit. Ik kan niet wachten om gewoon met ridder Mario in zo'n hele vette kart te zitten. En over vette karts gesproken, kijk dit Bowser schip. Deze kan je dus ook gewoon gebruiken als kart. Natuurlijk verandert de kart die je koopt niet. Het is niet de fysieke kart die je verandert. Nee, het is de kart in de Nintendo Switch. Dus in de software zelf. Datzelfde geldt ook voor de pakjes. Oh, en weet je wat je ook nog kan aanpassen? Je toeter. En hoe doe je dat dan? Nou, tijdens het spelen verzamel je allerlei muntjes. En met die muntjes koop je dus weer je upgrades voor je kart, voor Mario of voor je toeter. Dan even kort over de verschillende game modes die we hebben in Mario Kart Live Home Circuit. We hebben gewoon de Grand Prix, dus de cups die we kennen, de Mushroom Cup, de Flower Cup, etc. En nogmaals, die banen die bouw je dus zelf. We hebben een custom race waarin je gewoon lekker random kan racen. De time trial. En de time trial is best wel cool. Kan je het je voorstellen dat je gewoon met je vrienden thuis zit en jullie gaan proberen om elkaar scoren te verbeteren. En ondertussen zie je die kart gewoon keihard zo door de woonkamer chasen. Super vet. De time trial maakt ook weer gebruik van een ghost. En die ghost, dat is de snelste tijd die je tot nu toe hebt neergezet. Dus dan kan je een beetje zien of je het goed doet of niet. En of je in de buurt komt van de snelste tijd of niet. En je hebt ook de lokale multiplayer mode. Dus dan kan je echt met meerdere karts gaan spelen. Je hebt dan natuurlijk wel meerdere karts nodig. En ook meerdere Nintendo Switches met de software op de Nintendo Switch uiteraard. Maar dat is logisch. En weet je jongens, ik ben eigenlijk best wel hyped. Ik heb echt een supergoed idee. Ik heb zoveel zin om gewoon mijn banen te gaan bouwen hier beneden in mijn woonkamer. En dan kan je denken, ja, vier poortjes neerzetten. Hoppakee, een beetje rijden en dan heb je een baan. Maar kijk even hiernaar. De camera laat dus gewoon zien waar Mario of Luigi aan het rijden is. En hoe vet zou het zijn als jij bijvoorbeeld heel erg van Lego houdt, dat je gewoon de hele omgeving afzet met Lego. Dan zorg je er ook gelijk voor dat mensen niet kunnen afsnijden, want ze kunnen niet door je Lego blokken heen rijden. En het ziet er ook nog eens echt super dope uit op je Nintendo Switch. En ik heb echt een geniaal idee. Ik heb hier zoveel zin in om dit te gaan doen en hier een YouTube video over te maken. Ga ik het vertellen? Jij hebt nooit goede ideeën.
Piet, dit is echt een geniaal idee. Ga weg! Kijk, wacht. Kijk, jullie zien deze muur, hè? Hoe vet zou het zijn als ik gewoon een Mario Kart parcours ga bouwen? Waarbij alle amiibo's staan die er zijn uitgebracht. Ja, daar heb ik zoveel zin in. Dat gaan we doen, jongens. Daar moeten we echt een video van maken. Laat even een duimpje en een reactie achter als je wilt dat ik dat ga doen. Of misschien heb jij nog wel een beter idee. Zet het dan ook even in de reacties. Oh, nog twee dingen. 1. Je moet deze karts niet buiten gebruiken. Ze zijn alleen geschikt om binnen te gebruiken. En 2. Ze kunnen best wel tegen een stootje. Kijk, je moet ze natuurlijk niet tegen een muur gaan gooien. Maar als Mario en Luigi tegen elkaar aanrijden, dan is dat oké. Okay. Jongens, ik ben super hyped. Wij gaan dit sowieso spelen. 16 oktober komt Mario Kart Live Home Circuit uit. En doe een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Abonneer en vergeet me niet te volgen op twitch.tv/rickatu als je me live wil zien gamen. Mazzel!